Heliantus heeft een nieuwe huiskamer. Sinds dinsdag is de ontspannen ruimte in het inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten open. Zeker onder de gastvrouwen bestond heel erg de wens, kunnen we de huiskamer niet eens een beetje mooier maken, dat het wat huiselijker wordt in plaats van dat het toch een wat meer zakelijkere omgeving is. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, afhankelijk van sponsoring en giften. Dus toen wij hier begonnen, hebben we wel de muren een verfje gegeven, maar we hebben gewoon de vloer geschrapt, de ramen geboend en met hulp van een aantal sponsoren wel een inrichting kunnen doen. Maar zowel de vloeren als de verlichting, dat is allemaal, was het wel oud. Maar dankzij een sponsoring van Stichting Roparun heeft het Heliantus kunnen verbouwen. Zo zijn de vloeren en de plafonds nu vernieuwd en is ook de verlichting in de huiskamer aangepast. Van TL naar moderne en duurzame LED-verlichting. Het bedrag was wel zodanig dat we ook onze meubilair voor een deel kunnen vervangen. Dat meubilair hebben we 5 jaar geleden ook allemaal gekregen van heel veel organisaties die ons een warm hart droegen. Maar we hadden nu zo, ja, dan merk je toch dat het na een paar jaar echt begint te kraken en te piepen. Dus ja, we zijn hier heel erg blij mee. Bij het Heliantus kunnen mensen die kanker hebben of de ziekte gehad hebben terecht om samen te komen met lotgenoten. En de gasten? Die zijn tevreden over de verbouwing. Commentaren van alle gasten, zo van, oh, wat is het mooi geworden en wat warm. En nou, daar gaat het om. We zijn er helemaal blij mee.